We gaan nu verder met de bundels. Er zijn verschillende knoppen in Monaco om een nieuwe bundel aan te maken of de eigenschappen van de bundels te wijzigen. Op het moment dat je een plan aanmaakt, worden er automatisch twee bundels geplaatst. Deze bundels kun je in de Beam Spreadsheet of Beam Control wijzigen. Ik ga nu langs alle onderdelen. Hier zie je de naam van de beam. Deze kun je ook wijzigen in bijvoorbeeld voorbeeld 1. Hier staat de delivery techniek. Deze kun je hier wijzigen in Step and Shoot IMRT, Conformal RT, Dynamic MLC en VMAT. In de praktijk zul je vooral gebruik maken van Step and Shoot IMRT en VMAT. Hier kun je ook de machine wijzigen, de versneller wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor 6MV, 10MV, 15MV of bijvoorbeeld voor een Siemens of een Varian. Dit is op dit moment gekoppeld, dus alle bundels zullen gebruik maken van hetzelfde apparaat. Dit kun je ook ontkoppelen. Let er wel op, je kunt dus verschillende energieën gebruiken, maar niet een verschillend apparaat. Hier kun je de gantry wijzigen, de collimator en de couch. Hier kun je ook het isocentrum wijzigen. In dit geval doen we dat in het centrum van P2 prostaat plus vesicles. Je ziet hier gelijk de coördinaten. Hetzelfde informatie kun je ook vinden in de Beam Spreadsheet. Bij General wordt er meer gezegd over het isocentrum, machine en de delivery. Bij Geometry kun je meer vinden over de bundeleigenschappen. Hier kun je ook aangeven of je het asymmetrisch of symmetrisch wilt. De marge van het veld, die kun je hier aanpassen. Normaal staat die op auto. Dan kun je hier zien hoe groot het veld is. Als je nog een bundel wil aanmaken, dan kun je hierop klikken. Add new beam. Dan maakt hij een nieuwe bundel aan. Als je bijvoorbeeld je bundel wilt kopiëren, dan maak ik hier 200 graden van en je wilt precies dezelfde bundel, dan kun je deze klikken. Copy selected beam. En dan maakt hij precies dezelfde bundel aan. Waar je ook voor kunt kiezen, is openerende bundels. Dan moet je op deze knop drukken en dan krijg je een openerende bundel. Let wel op, bij een IMRT-planning kun je geen openerende bundels gebruiken, dus wijzig deze natuurlijk altijd een aantal graden. Voorbeeld 45. Als je een bundel wilt verwijderen, kun je dat door middel van deze knop. Je gaat dan met de linkermuisknop de geselecteerde bundel aanklikken en delete selected. Dit kun je ook hier in deze toolbar kun je precies hetzelfde doen. Als je de bundel met de hand wil wijzigen, dan kun je hier op Edit Beam klikken en dan ga je in het isocentrum staan en dan kun je hem bijvoorbeeld wijzigen of draaien. Dit is het stukje over IMRT-bundels. We gaan nu verder met VMAT. Je kunt in een bestaand plan kun je het wijzigen naar VMAT. Op het moment dat je een nieuw plan aanmaakt, kun je kiezen voor de template Default VMAT. Je ziet nu dat de bundel gewijzigd is naar een bundel die 360 graden om de patiënt heen draait. Als je hierin wijzigingen wilt maken, dan kun je dat in Beam Control of in de Beam Spreadsheet. Je kunt hier aangeven wanneer de bundel moet starten, hoe groot de arc moet zijn en in welke richting de arc moet draaien. Verder kun je ook de collimator wijzigen en de couch. Let wel goed op bij de couch. Op het moment dat de tafel te veel gedraaid is, heb je een groot risico van botsingsgevaar. Dus probeer dit zo miniem mogelijk te houden. Voor hetzelfde gelden de eigenschappen hetzelfde als bij een IMRT-bundel.